De EOD gaat de bom demonteren. Maar we moeten er natuurlijk rekening mee houden dat het onverhoopt ook mis zou kunnen gaan. En daarom zijn hier van allerlei hulpdiensten, van politie, brandweer, maar ook de GGD, iedereen. Maar ook mensen die alles weten van het bos, onze eigen boswachters bijvoorbeeld. Echt iedereen die hulp zou kunnen geven, is hier. Het is een spannend karwei. Bent u ook gespannen? Nee. Bijna dagelijkse post wil ik bijna zeggen, maar dat heb ik het gegeven. Ja? Een Engelse bom uit de Tweede Wereldoorlog, een 500 ponder noemen we dat. De ontsteker zat achterin en voorop zit er een ophangoog of een oog. En ja, ze werden gegooid op een grote hoogte en ik weet niet waarom die niet is afgegaan. Dat kunnen we niet vertellen. Ja. 70 jaar moet je afgaan.